Sint-Louis Winkel RKFC komt eraan. Dat wil zeggen dat we opnieuw even gaan voorbeschouwen. Dat doen we met de coach Charles Telkens. Yves van Worm, inderdaad, waar situeert zich Winkel Sport, Sint-Louis Winkel? Daarmee bedoel ik niet, hoe kom je in Sint-Louis Winkel? Ik bedoel, waar zitten ze in de rangschikking natuurlijk? Ja, ze staan boven ons, dus één puntje voor ons. Dus dat wil zeggen dat we zeker een 6-punten-wedstrijd spelen morgen. En het zal belangrijk zijn om zeker niet te verliezen. Wedstrijd minder van Sint-Louis Winkel al of niet? Nee, dat is allemaal op gelijke hoogte. Dus, maar Winkel doet het goed. Maar ik denk dat het morgen een wedstrijd zal zijn met heel weinig kansen. Een heel gesloten wedstrijd en wachtende op de fout van de tegenstrever. Waar we het nog niet vaak over gehad hebben, dat zijn scoutingsrapporten. Het lijkt mij belangrijk om daar eventjes in te graven. Zijn dat lijvige dossiers die jou toegestuurd worden? En wat analyseert men dan allemaal? Wat houdt men in de gaten? Waar wordt op gelet? Enzovoort enzovoort. Bah, ik zeg het, dat is een beetje een interne keuken. Maar ik moet wel Jan de Wulf feliciteren met de scoutingsopdrachten die hij invult. Want hij doet dat zeer goed. We hebben daar ook heel veel aan. Dus en, wat komt daar aan bod? Uiteraard de opstelling van de ploegen, de manier van spelen. En ook de stilstaande fase worden toch ook belicht. Ik heb ondertussen na een aantal vooruitzichten al begrepen dat de afwezige spelers geen rol spelen. Maar het lijkt mij toch ook een stukje voor de hand liggend. Een complete groep is belangrijk. Gaan we daar naartoe? Ja, tuurlijk. Maar ik ben niet akkoord met wat je zegt. Van de 22 of 23 spelers zijn er 2 nu niet beschikbaar. En 21 wel. Dus ik denk dat het veel belangrijk is om over die 21 te babbelen. Inderdaad. Het strijdplan, hoe gaat het er een stukje uitzien voor zover dat natuurlijk op beeld kan? Wel, ik zeg het. Ik denk dat beide ploegen zeker niet willen verliezen. En hopende op 3 punten. Dat geldt ook wederom voor beide ploegen. Dus, en wij gaan uiteraard naar Ginder om die 3 punten naar huis te brengen. En daar is inderdaad een strijdplan voor nodig, maar dat zou gek zijn moesten we dat nu hier vertellen. Kunstgras daar? Inderdaad. Dus ook hetzelfde soort kunstgras als hier. Dus ook dat is geen excuus. En gutsende regen ook niet? Nee, dan maakt het allemaal netjes nat. Maar dat is af en toe niet plezant. Natte grasmat, natte kunstgrasmat is ook belangrijk, heb ik altijd begrepen. Maar dan gaat de bal nog ietsje sneller. En dat komt altijd voetballende ploegen ten goede. Wij hebben snelle jongens, hè, letterlijk en figuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus nu nog snel eens een doelpunt maken. Voilà, dat moet zo. Dank u wel.